Hey, dankjewel dat je kijkt naar Enterprise Me TV. Zoals vorige week beloofd heb ik deze week een aantal festival outfits voor je als inspiratie. Het festivalseizoen is in volle gang en ik was een aantal weken terug bij het 7th Sunday Festival. Het nummer wat ik net meezong is Summertime van Vibes Cartel en dat was onze Jamaica anthem. 2 dagen nadat we terug waren uit Jamaica, dus ik was al helemaal in mijn sas toen we het festivalterrein opkwamen. Om jou alvast in de mood te brengen, laat ik je eerst ook een paar beelden van het festival zien. En voor het geval je denkt, why the hell draagt zij een hoedje in een video? Nou, ik heb net dit hoedje gekocht en ik vond het best wel passen bij het thema, dus ik dacht, why not? Deze beelden jou helemaal in de mood hebben gebracht om los te gaan op festivals. Maar dan gaat het natuurlijk nu om de outfits. Wat ga je aantrekken? Ik moet zeggen, het was niet heel makkelijk om mensen op beeld vast te leggen. Kijk, een foto maken, dat willen de meeste mensen nog wel. Maar op een videocamera je outfit laten zien, vinden de meeste mensen toch best wel eng. Dus alle props en respect voor de meiden die zich toch hebben laten filmen. Naast dat het een beetje lastig was om mensen op video hun outfit te laten zien, vond ik het ook een beetje lastig, want ik wilde jullie iets anders laten zien dan maxi skirts en maxi jurken en high-waisted shorts en fluo topjes en dat soort dingen. Niet dat ik het niet leuk vind, ik vind het super leuk. Maar aan de andere kant denk ik, ja, dat zie je al zoveel. Wat heb ik jou dan nog extra te bieden? Ik ben daarom op zoek gegaan naar meiden die net een iets andere outfit aan hadden dan wat je zelf ook zou kunnen bedenken. We gaan beginnen met deze super hippie die helemaal los ging voor de camera. Ik werd helemaal vrolijk van haar. Kijk even mee. I like the way you romp and shake that bumper, baby girl, we are gonna get you tonight. Hey, I feel the sun from the west and the end, now we mash up the party. Wat ik zo vet vind van haar outfit, het is een soort kanten jurkje. Beetje Ibiza-stijl, hippie-achtig. En daar heeft ze natuurlijk het bloemenbandje bij. Maar het is niet zo ultra lief, wat ik wel vaak vind van sommige hippie-outfits. Die boots eronder, dat riempje op haar heupen en de afzakkende schouder. Ja, ik weet niet, het maakt er voor mij helemaal af. Naast dat ze natuurlijk een bloedmooie meid is. Maar haar outfit vind ik echt helemaal de bom en zou ik zo aantrekken. Hierbij nog een paar beelden van haar outfit. Of you come with me, I rock and dance, love a sexy lady, we hit up the floor. So every time we come and dance, fast and this is we're gonna get a bit more begging for more. Boom. Everybody, put up on one. Jump up, fuck up, silence when you write that smash. Jump up, how you know. En dan zijn we aanbeland bij outfit nummer 2. Sweet Lady is echt heel zacht uitgedrukt voor hoe lief dit meisje was toen ik haar vroeg of ik haar outfit mocht filmen. Kijk even mee. Het had zomaar te zoet kunnen zijn, maar doordat ze zeg maar dat bloementopje met het wit combineert, met het neutrale wit, trekt het voor mij wat meer in balans. En daarnaast heb je die sandaaltjes, die zijn dan weer goud. Dat geeft net even wat meer pit. En ook haar haar heeft ze op een hippie-achtige manier gevlochten. Echt super vet. Ze had gewoon hele vlecht achterlopen. Het is allemaal net in balans, maar zonder dat het glazuur van mijn tanden afspringt, omdat het te zoet is. Hierbij nog een paar beelden van haar outfit. Outfit nummer 3 is van Masha. We waren met Gregor en Masha naar het 7th Sunday Festival. En zij zegt altijd dat ze niks weet van fashion. Maar wat mij betreft is dat echt niet waar. Kijk eerst even mee naar de outfit. Put up on our hand. Aha. Hey yo, I'm a lady's right. Kijk, de reden waarom ik zeg dat zij echt wel verstand heeft van fashion is omdat ze heel erg goed weet wat ze zelf wel en niet leuk vindt en wat wel en niet goed staat bij haar figuur. Wat mij betreft is fashion net als muziek. Je hebt de super commerciële outfitjes en nummers. Maar dat vinden heel veel mensen leuk. Maar daarnaast heb je ook de super creatieve, artsy, fartsy dingen die niet zo heel veel mensen leuk vinden, maar die wel misschien super cool zijn. En daartussendoor heb je natuurlijk altijd nummers die en heel cool zijn en ook nog eens de massa aanspreken. Om deze redenen vind ik dat Masha echt wel verstand heeft van fashion. En het feit dat zij kiest voor een iets meer commerciële richting, omdat ze dat zelf leuker vindt en omdat dat beter staat bij haar figuur, vind ik dat er niet aan afdoet dat jij een fashionable outfit aan hebt. Wat ik heel vet vind, is dat ze een bloemenprint combineert met een Aztec print. Wat allebei super toffe prints zijn voor de zomer. Maar doordat ze allebei groen hebben, het toch weer heel erg goed bij elkaar past. En dat is niet heel makkelijk om te doen. Kijk nog een keer mee naar Masha's outfit. I like the way you romp and shake that bumper, baby girl, we are gonna get you tonight. Hey, I feel the sun from the west and the end, now we mash up. De vierde outfit die ik voor je heb is van Gregor, a.k.a. G.
Hij heeft me ook geholpen om de outfits van de andere meiden uit te zoeken. Omdat hij als een soort van sanity check controleerde. Dus als ik naar een meisje keek en dan keek naar hem van, ja, is dat cool? Ja, dan zei hij, ja, zij is cool. Dus dan moet ik natuurlijk ook zijn outfit laten zien. Kijk even mee naar Gregor's outfit. G gaat ook voor een sporty outfit waarmee hij met Mush matcht. Wat je niet ziet op camera is dat stukje hier. Dat was gaatjesstof, dus echt van die super sportieve stof. En daarnaast was zijn broek ook van die stof. Het vette van zijn schoenen vind ik dat het niet van die standaard sneakers zijn. Als je kijkt dan denk je van, oh, zulke sneakers heb ik niet vaak gezien. Niet standaard Nike's of iets dergelijks. Niet dat er iets mis mee is, maar het is gewoon iets waar je net iets langer naar blijft kijken. Nog een keer, Gregor's outfit. En tenslotte als vijfde outfit laat ik je mijn eigen outfit zien. Want hey, wie ben ik om andere mensen op beeld vast te leggen en niet eens mijn eigen outfit te laten zien. Dit had ik aan op het Seventh Sunday Festival. Zoals je ziet ben ik zwaar geobsedeerd door de New Victoriana trend. In de aflevering van vorige week heb ik uitgelegd wat deze trend inhoudt. Maar wat je vooral ziet in mijn outfit is veel zwart, mijn heksenschoentjes, wel met cut-outs, een kantentopje met een hoogkraagje. En daarnaast heb ik stiekempjes een klein beetje van de sporty trend erin gefietst met mijn nepleren broekje. Hierbij nog wat meer beelden van mijn outfit. En dat was het. Daarmee zijn we alweer door de aflevering van deze week heen. Vond je deze video leuk? Steek dan een duimpje op. Vond je hem niet leuk? Steek dan een duimpje omlaag. Ik hoop dat hij je inspiratie heeft gegeven voor leuke outfits. Voor de aankomende festivals zijn nog heel veel. Volgens mij gaat het nog tot september door. Wil je meer van mijn video's zien? Kijk dan even verder op mijn kanaal. En wil je geen van mijn video's in de toekomst missen? Ik maak elke zaterdag een nieuwe video. Abonneer je dan op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende week weer. Dankjewel voor het kijken. En ik wens je een heel fijn weekend. Tot volgende week. Oh,